pomphouders komen in financieringsproblemen door de brandstofverhoging en die de regering overnight doorvoert. Dit zegt Guno Kastelen, voorzitter van de Surinaamse Service Station en exploitantenbond SSEB, naar aanleiding van de verhoging die per vandaag is doorgevoerd. Deze benzineverhoging is volgens Kastelen ook doorgevoerd zonder dat de overheid de retailers heeft gemeld. De prijsaanpassing zorgt onder andere ervoor dat pomphouders nu moeilijker hun voorraad kunnen aanvullen. Het betekent dat de retailers die kleine ondernemers zijn, dat ze in financieringsproblemen komen. Want plotseling moet je 2-3 gulden meer voor je voorraad betalen. En had er maar uit dat je een tank hebt van tussen de 50 en 100.000 liter. Betekent het dus per liter een gulden op 5% meer. Dat is voor een vermeerder dat je maar hoeveel extra geld men moet gaan zoeken om de nieuwe voorraad te financieren. Daarnaast zijn er door de overheid allerlei kostenverhogende besluiten genomen, zoals verhoging van de kosten van nutsfaciliteiten, verhoging van het minimumloon. Natuurlijk is het van belang dat het minimumloon wordt aangepast dat mensen kunnen overleven. Maar het heeft dan direct als gevolg dat deze kleine ondernemers die een aantal arbeiders, werknemers hebben, dat ze meer op tafel moeten leggen voor de loon. Kastelen zegt te begrijpen dat de overheid wil gaan naar marktconforme brandstofprijzen. Echter zal dat volgens hem een extra zware druk leggen op de samenleving. Het betekent dat eigenlijk het volk dan die rekening moet gaan betalen van de overheid bij de oliemaatschappijen. Maar dat is een kwestie van beleid. De regering heeft haar beleid vastgesteld. En ik hoop dat die regering daarbij passering zodanig maakt dat het wel draaglijk wordt. Want anders gaat men het kind met het badwater weggooien. Want als alle bedrijven in problemen komen, alle kleine ondernemers in problemen komen, arbeidsplaatsen gaan kapot, dan ga je die subsidie, gaat het niet uit je linkerbroekzak komen, maar gaat het uit je rechterbroekzak komen, want je gaat met sociale kosten zitten als overheid om de minder draagkrachtigen die nog meer zullen worden, dan die op te gaan vangen met allerlei sociale voorzieningen. Dus de overheid moet een meer evenwichtig beleid gaan plannen en uitvoeren. Consumenten betalen per vandaag bijkans 1 SRD meer voor een liter brandstof. De pompprijzen zijn gestegen omdat de Amerikaanse ruwe olievoorraden zijn gedaald. En de vraag naar brandstof steeg tot een recordhoogte. Kastelen zegt dat het tijd wordt dat de overheid om de tafel gaat zitten met de SSEB en de oliemaatschappijen. Om over margeverruiming te gaan praten, zodat vooral de kleine ondernemers in deze branche kunnen overleven.